om uiteindelijk hier die nieuwe levenspas en ritme met Godse hart te kan volgen, stel Piet Skazera voor dat ons die volgende zal oorweeg. Die een is om jou woestijnplek met God te vinden. Die woestijn is op verskeie plekken in die Bijbel en zelfs in die vroege kerk een plek van geestelijke voorbereiding, van reiniging en transformatie. En in zekere zin heilige grond. Die plek waar een gelovige en God geïsoleerd en weg van die leven alleen net in mekaar se teenwoordigheid is. Woestijnplek wordt natuurlijk gekenmerkt door een wippelang fase. Donker, lig, hoop, wanhoop en die wisseling tussen geloof en twijfel. In die Bijbel lees ons dat woestijne letterlijk en figuurlijk deel van gelowiges se lewe saam met God is. Een woestijn is een rijk metafoor wat na daar die spasie in die lewe verwijs waar jij en God geïsoleerd van die wereld daarbuiten net saam is. Op verskeie plekke in die Nieuwe Testament lees ons van gelowiges wat so met God saam is. En Jesus Christus, wat ook in Markus 1 vers 35 op so 'n eensame plek, Eremon, met God bezig is. Die sogenaamde plek van afsondering. Om liefdevolle gemeenskap met God te ervaren, is het nodig om hier die plek te vinden. Voor baie van hier is het misschien een kamer in die huis, misschien een venster, wat uitkyk op een bepaalde plek, een bank in die tuin. Die tweede stap of die tweede moontlikheid wat jy kan oorweeg om uiteindelik hierdie nuwe ritme te vestig, is om een lewensreël te vestig. Een lewensreël word een raamwerk waarbinne die minder essentiële en die meer essentiële aspekte van die gelowiges lewe van mekaar geskei word, zodat hij of zij in pas kom met die hart en die leven van God. Die levensreel of die raamwerk is een ondersteuningsbasis voor geestelijke groei en ontwikkeling. Die raamwerk dien als een plan voor die gelovige se geestelijke groei en wordt samengesteld uit vier basisse categorieën: gebed, rus, verhoudings en werk. En in elk van die categorieën is daar verschillende geestelijke praktijken waar die gelovige kan beoefen of kan gebruiken om uiteindelijk hier die ritme met God se hart te handhaaf. Kom ons praat bietjie oor hier die levensreel. In die een categorie, natuurlijk gebed, is dit nodig om met verschillende geestelijke activiteiten te oefen. Die een bekende is die Lectio Divina, waar die gelovige geleentheid kry om stil te wees voor God, sy Bijbel te lees, hier oor diep na te dink, met God in gesprek te tree, te bid, en dan dood eenvoudig weer oor alles na te dink, te mediteer. Dat van dagboek hou, van speciale acties, vir speciale activiteiten, oomblikke, waar jy en God, jy in hierdie geloofsgemeenskap en in om die teenwoordigheid van God met bepaalde zaken bezig was. Een jaarlikse retreat vir predikante, waar predikante met mekaar in gesprek kan tree oor sake op een plek, soos geen ander plek nie. Een volgende categorie is rus. Wanneer laas het jy jy selfoon afgesit, jy sosiale media afgeskal, nie nog daar die SMS deurgestuur nie, nie nog een e-pos deurgelees nie. Oefen jy gereeld. Wanneer laas het jy een goed beplande vakansie onderneem? Een volgende categorie is verhoudings. Collega's, dink bietjie na oor gereelde contact met een mentor, een collega aan die ring, iemand iewers in die kerk of zelfs buiten die kerk met wie vrymoedigheid een saak of twee kan deurpraat. Handhaaf jy goeie verhoudings met jy familie, met jy gesinslede, met vrienden. Wanneer laas het jy saam met vrienden gesit en kuier en net oor die goed van die lewe gepraat? Die laaste kategorie is werk. Belê ons nog in persoonlike ontwikkeling?
Bid ons nog voor instemming en betrokkenheid. Wanneer laatst het u een baie belangrike besluit geneem en het u, die gade, die kinders eers besluit om hierdie saak met die Here deur te praat? Het is nodig om onder die druk van die economie en die klomp goed wat in ons wereld gebeur, aandacht te gee aan die finansies en ander persoonlike sake. Hierdie sogenaamde levensreel sal vir u geleentheid gee om net in hierdie alternatieve ritme in te kom. Collega's, jy kan miskien rustig een plek in die huis vind of saam met die collega's sit en na hierdie vier kategorieën kyk. Kyk een bietjie na gebed en rus, verhoudings en werk en vind vir jezelf so een reel. En kyk of daar die reel nie sal help om uit daar die oorlewe werkspas uit te kom nie. Elke kategorie gaan jy ondersteun om niet en vanuit een geestelike perspektief oor jou lewe na te dink. Die liefde van en die liefde vir God word natuurlijk die middelpunt vir elke handeling. Daar is altyd rondom hierdie lewensreel twee versoekings. Die een is om niks van hierdie aktiwiteite te wil doen nie. En die ander versoeking is om alles te wil doen. Begin een basiese lewensreel deur vereers net op een paar basiese aktiwiteite te fokus. Fokus op stilte. Fokus op die stilte tyd met God. Ons is so besig met die gemeente, ons gaan vir allemaal Bybel lees en verskillende oordenkings doen, maar wanneer laas het u stilte tyd met God gehad? U Bybel oopgemaak, en die tekst hier gelees, hier oor met God in gesprek getree, en hier oor nagedink. Die volgende optie is, om dood eenvoudig net een sabbatsrusreel te handhaaf. Om van vrijdag aan tot en met zaterdag aan niet te veel met gemeente activiteiten bezig te wees. Als gelowiges het ons niet een natuurlijke woestijn of die ondersteuning van een kloostergemeenskap nie. Elke millimeter van hierdie wereld waarin die gelowige hom en haar bevind, werk teen die grein van liefdevolle gemeenskap met Christus in. Lewe en werkbalans vra na ongekende discipline. Gevolglik help geestelike discipline en aktiwiteite die gelowige om in pas te kom met hierdie ritme van Godse hart. Natuurlik vind geestelike leiers hulle in verskillende spasies en vra elke geestelike leier vir hom of self, hom en haar af, waarmee is ons regtig besig? Collega's, natuurlijk bevind ons onszelf in verschillende spasies. En daarom is het belangrijk dat elke geestelike leier vir hom en haarself afvra, waarmee is ek regtig besig? Ten spuite van een uitgeskrewe werkopdracht, wonder en worstel elke gelowig en elke teoloog met hierdie constante vraag, waarmee is ek regtig besig? In sy boekie Working the Angles, sê Eugene Peterson, in the course of doing our work, we leave our work. Om uiteindelik te bepaal waarmee u regtig besig is, het u nou geleentheid om vir uself daar die meest basiese, kom ons noem dit maar die ononderhandelbare pastorale funksies, waarmee een pastor hom kan besig hou, kan neerpen.